En toen dat nieuws kwam dat je horecazaken dicht moesten in maart, ja, wat deed dat toen met jou en met alle mensen die in jouw drie zaken werken? Nou, we hebben wel echt wel even heel zwaar gehad. Want de dag dat je je realiseert dat er niks meer binnenkomt en je eigenlijk ook niet meer weet wanneer er wat binnenkomt, nou, dan gaat het heel snel. We hebben natuurlijk vaste lasten, we hebben 45 man personeel in dienst. En op dat moment kwam wel naar buiten dat we geld zouden krijgen. Maar ik weet als politicus ook hoe moeilijk dat soort processen zijn. Nee, dus ik maakte me echt wel grote zorgen. Maar al ons personeel kwam naar de zaak om te helpen opruimen, om het schoon te maken, nog een biertje te drinken. Het is wel een soort van hartverwarmende dag. Ja. Maar ik had de volgende dag een kater alsof ik het hele weekend in de kroeg had zitten zuipen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En je hebt ook in je zaken best veel vaste gasten, begreep ik. Mis je nou ook nu vaste gasten? Of zie je, ja, wat doet het met hen, denk je? Nou, dat is. Je ziet heel erg dat mensen de kroeg toch ook als clubhuis gebruiken, als plek om hun vrienden te ontmoeten. En zeker in die bruine kroeg die ik zei, hebben we heel veel buurtmensen die elke dag van bakkie komen halen. Ja, en die zijn opeens ook afgesneden. Dus we zijn vorige week langzaam weer opengegaan met een afhaalpuntje waar je in ieder geval afhaalkoffie kan halen. Nou, sommige mensen kwamen wel 3 of 4 keer een bakje koffie drinken. Ah ja. Dus ja, je merkt dat we hebben elkaar ook gewoon een beetje nodig. En het personeel mist elkaar. Dus we delen op appgroepen wat we vanavond zitten te eten, zodat het nog net lijkt alsof je in een restaurant zit. Ja. Maar je merkt ook wel, weet je, dat er ook veel eenzaamheid achter de deuren zit. Het is, kijk, ik heb nog een gezin en zie nog eens wat medewerkers. In de politiek spreek je nog eens wat mensen. Maar er zijn Ja. ook mensen die zitten thuis voor de televisie en dat al weken. Ja, en daar, dan is de kroeg is voor hen echt een sociale ontmoetingsplek waar ze lekker samen kunnen komen met vrienden. Of misschien ook lekker in een bar met jou kunnen ouwehoeren of met iemand Precies, gewoon anders. lekker Ja. op de hoek van de bar met een speciaal pilsje de avond doornemen. Ja, ik denk dat iedereen dat wel een beetje mist. En Ja. inclusief ikzelf hoor, want ik sta echt te trappelen tot ik weer een vers getapt pilsje. Daar heb ik zin in. Gewoon uit een koude tap, liefst op een terras. Ja, dat soort kleine dingen ga je wel heel erg missen.